Er zijn nog altijd heel wat mensen die de wereld om zich heen ongeveer zo zien. Vele dames bijvoorbeeld zijn er bang voor dat niemand meer naar ze kijkt wanneer ze een bril dragen. En daarom doen ze hun zwakke kijkers liever nog meer kwaad en blijven ze maar zo rondlopen. En er zijn ook mannen die niet in staat zijn om op een paar meter afstand de laatste nieuwsberichten te lezen, maar die o zo bang zijn om eruit te zien als bijvoorbeeld een boekenwurm. Dat niemand er zo hoeft uit te zien hebben de Haagse opticiens gedemonstreerd op de deze dagen gehouden damesbeurs. Enkele malen per dag kregen de bezoekers de gelegenheid een brillenshow bij te wonen, waar getoond werd dat een vrouw met bril heus niet onaantrekkelijk hoeft te zijn, als ze maar een goede keuze weet te doen uit de overvloed van stijlvolle monturen die er tegenwoordig te koop zijn. Nee, die zou ik niet nemen. Juist, deze staat beter. Die niet. Deze ook niet. Die zou het kunnen zijn. Er was ook nog een mannelijke mannequin die in een brilomdraai de damesbeurs en de dames kon overzien met de blik van een man. Als bewijs dat ook brillen de man maken.